Met enorm harde windstoten trekt Fiona over Puerto Rico. De orkaan richt veel schade aan. Zo waaien daken van huizen af. Ook zijn er overstromingen doordat er in korte tijd veel regen valt. Deze brug wordt door het water meegenomen. Puerto Rico ligt in het Caribisch gebied. Het eiland hoort bij de Verenigde Staten. Eerder trok Fiona ook over andere eilanden in het gebied. In Guadeloupe kwam één persoon om het leven. Sinds gistermiddag trekt de orkaan over Puerto Rico. Later vandaag krijgt waarschijnlijk ook de Dominicaanse Republiek te maken met Fiona. Door alle regen en wind viel gisteren in heel Puerto Rico de elektriciteit uit. Y por el tamaño de la tormenta, esta tormenta va a estar impactando a todo Puerto Rico. Continuamos bajo un aviso de huracán que representa riesgo para la isla. 5 jaar geleden trok er ook een hevige orkaan over het eiland. Zo'n 3000 mensen kwamen toen om het leven en er raakte veel beschadigd. Een deel van die schade is nog steeds niet hersteld. Reddingswerkers gaan op bezoek bij mensen die door orkaan Fiona gevaar lopen. Overal in het land zijn opvangplekken ingericht, zoals in deze school. Porque ya es zona inundable y la casa no está en muy buenas condiciones. De Amerikaanse president Joe Biden heeft een noodtoestand uitgeroepen. Dat betekent dat Puerto Rico sneller en meer hulp kan krijgen.